helemaal niks aan. Dus sommigen waren echt in staat van ontbinding, om het zo maar te zeggen. En we hebben eigenlijk gekeken en gezocht naar de meest prominente huizen, die ook het frequentste beschadigd raken. Omdat als je op de hoek van de straat, bijvoorbeeld bij de Texaco aan het begin, bij de Valkenboslaan, die dingen zaten constant onder met posters. En we hebben gezegd van nou, dat kan perfect dienen als een kunstwerk.